Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 13 maart. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekvlog. Ik heb het weer ijskoud. Ik heb een heel leuk jurkje aan, maar die heeft een beetje doorschijnende mouwen en ze zijn een beetje driekwart. Ik heb er gewoon een shirt met lange mouwen onder aangetrokken. Omdat ik het gewoon op de een of andere manier niet warm krijg. Ik heb ook in bed mijn boek gelezen, weer met mijn badjas aan, want dat werkte gewoon goed. Het is 13 graden, dus het is niet super koud, maar het is wel zwaar bewolkt. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna weer naar Married at First Sight. Was wel weer leuk. Waarvan je eigenlijk bij één stel al zoiets hebt van joh, het gaat hem niet meer worden. Willen ze dan toch de handen niet helemaal in de ring gooien? Maar je voelt eigenlijk aan alles dat het hem niet meer gaat worden. Maar goed, we gaan het wel weer zien vanavond. Het was wel leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet. En dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Alleen toen liep het programma vast. En toen is hij dus niet opgeslagen. Dus ik zet, als ik uitgevlogd ben straks, zet ik hem eventjes aan om op te gaan slaan. Want anders dan, het kaartje moet erin. En anders dan gaat hij dat niet meepakken natuurlijk. Dus dat moet ik nog wel even doen. Maar als het goed is moet het verder allemaal in orde zijn. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een paar nieuwe maken. Dit ga ik straks eerst eventjes doen. Dan is dat ook weer klaar. Want ik was niet helemaal tevreden. Maar dat heb ik wel vaker. Dan vind ik het een beetje onduidelijk. Dus ik heb niet alles kunnen bewerken. Toen heb ik weer White Lines gekeken. Ja, ik vind het zo'n mooie serie. Het is wel een serie uit 2020. Dus wat dat betreft is die al wat relatief ouder. Maar ik vind het wel een hele mooie serie. Dus ik kan er wel heel erg van genieten. En toen heb ik even Hete Daad gekeken. Nou ja, toen heb ik dus nog even mijn boek gelezen. Gisteren was ik ook echt nog wel heel erg moe. Maar ik merk vandaag dat de energie weer wat meer terugkomt. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik ga zometeen gewoon de woonkamer doen. Ik heb echt nog zo'n puin was. Dus ik denk dat ik die vanavond even bij Married at First Sight maar op ga vouwen. Want het moet gewoon even gebeuren. Want dit kan niet meer. En ik heb mijn kwasten gewassen en dat ga ik jullie toch weer even laten zien. Misschien dat je het saai vindt en dat je denkt, ik ken het nu wel. Spoel het gerust door hoor, als je het niet interessant vindt. Maar dat hoort wel bij mijn leven, want ik vind het belangrijk om dat toch te doen. Maar ik heb een aantal pakketjes en die ga ik jullie eventjes laten zien. Dan ga ik jullie het laten zien van mijn kwasten wassen. En dan ga ik eventjes hier lekker aan de gang met mijn muziekje erbij. Dus ik zal de pakketjes er even bij pakken en dan gaan we die samen eventjes uitpakken. Ik heb allereerst het pakketje van de H&M binnen, want ik had natuurlijk nog een sportshirt besteld. Ik had in de vorige vlog al een sportshirt laten zien, maar er is er nu weer eentje binnen gekomen. Nou, ze zitten wel in plastic. Ik zal even gelijk even kijken wat ze hebben gekost of de prijzen erbij staan. Ik heb hier allereerst het sportshirt. En dat is dus gewoon deze zwarte. Oh, hij is heel kort, denk ik. Oei. Nou, dat moet ik even aanzien, want ik geloof wel dat hij redelijk kort is. Yeah. Moet ik even kijken hoor, of dat dan dat wordt. Als hij echt heel krot is, dat is ook niet heel fijn. Als het sportshirt, deze was €15,99, dus ik zal even kijken of dat dit goed gaat. En anders moet ik hem eventjes terugsturen, want als hij echt te kort is, daar voel ik me gewoon niet prettig bij. Deze heeft dat niet in die mouwen en dat vond ik bij die andere wel heel fijn. Ik ga het ook allemaal nog even aantrekken, zodat we even kunnen zien hoe het staat. Maar bij deze moet ik dus eventjes over nadenken of dat dit hem gaat worden, want daar twijfel ik een beetje over nu. En ik had nog een sport topje ook. Ik vind die dingen ook heerlijk om in te slapen. Ik heb nu een witte. Gewoon zo'n basic sporttop is dat. Ik heb wel een emmertje gedaan. Want ik dacht, ja weet je, dat is toch net iets handiger. Deze was met korting. Deze was nu €6. Of 7. 6 of €7. Dus dat is deze. Maar dat sportshirtje moeten we dus nog eventjes zien als die aangetrokken is. Dat sporthemdje ga ik trouwens niet aantrekken. Want daar voel ik me niet prettig bij om zoiets te laten zien op camera. Maar dat shirtje vind ik op zich prima. Dat maakt niet zoveel uit. Dus die moeten we nog eventjes, deze moeten we eventjes bekijken hoe die staat. En dat zien we zo wel. Dan had ik bij Scapino nog twee leuke items.
Vandaag wil ik sowieso wel dat ze goed gaan zitten. Dit leuke jurkje voor de zomer. Vond ik wel heel leuk. Kun je ook strikken. Deze was normaal gesproken 30 euro. Ik heb een maatje M gedaan, omdat ik weet dat die dan iets langer zit. Maar nu was die 9 euro, als het goed is. Ja, die was 9 euro. Dus dat is deze. Maar die zal ik ook even aantrekken. Dan weten we ook hoe dat eruit ziet. Ik zal wel eventjes met lange mouwen eronder zijn, jongens. Want ik heb het zo koud. En ik vond dit shirt heel erg leuk. Die heb ik wel in een asje gedaan met Perry erop. Die vond ik wel heel leuk. Die valt best wel oversized. Ik ben wel blij dat ik hier een asje van heb. Die was ook 9 euro. Dus dat was dat. Maar dat gaan we zometeen dus nog even aanzien. Maar het shirt is een twijfelgevalletje, jongens. Ik hou niet zo van dat hele klopt. Maar dat gaan we even zien. Dan heb ik nog een paar dingetjes van de Bougie Shop. Er was een nieuwe collectie uit. Alleen ik heb nog niet alles helaas. Want er ontbrak één nagellak. Toen was ik gisteren even in de trekpleister. En ze hadden alles staan behalve de nagellak. En dit is de collectie So Mesmerizing. Een hele leuke collectie ook weer. Er komt ook later nog een video van online. Ik heb hier allereerst de... God, is moeilijk lezen. Shimmering lipolie. Dat is deze. Heeft de naam 01 Mermaid Glow gekregen. Dat is super leuk. En dan heb ik de blush stick. Ik laat het allemaal heel eventjes dicht zitten, denk ik. Maar deze kan wel even open trouwens. Kijk, het is gewoon een stick voor de blush. Deze heeft de naam 01 Let Miracles Happen. Dan hebben we hier ook nog een hele leuke color changing lipstick. Maar hoe leuk is die met al die glitters erin? Sorry jongens, ik ben zo aan het hoesten. Die heeft dus ook glittertjes. Heel leuk. Ik vind die huls al heel erg mooi. Dan hebben we hier de liquid lip balm. In de vorm ook echt van een lippen van een mermaid. Met de naam 01 Mermaid at Heart. Dan even het volgende openmaken. Want het zit weer goed verpakt zoals altijd. En dat is natuurlijk altijd wel fijn. We zitten hier even weer uit van alles te klikken. Moet niet hebben. Dan hebben we hier de highlighter. Die is ietsjes kleiner als verwacht. Die ziet er zo uit. 01 Your Mesmerizing. Hij ziet er wel heel mooi uit met al die glittertjes. Dat vind ik ook wel echt een eyecatcher. En dan hebben we dus nog het nagellakje. En er ontbreekt er dus nog eentje van. Want dit is volgens mij de topcoat. En echt een nagellakje, die kon ik dus niet vinden. Maar dat is dus deze. Dit is de glitter topcoat. Maar er is dus ook nog een nagellakje van. Daar ga ik nog naar op zoek. Daar kan ik de naam echt niet van lezen. Want het is wit. Dus die moet ik jullie eventjes onthouden. Ik zal hem even in beeld neerzetten. Dat waren even de pakketjes. Ik zal die kleren even aantrekken. Zodat we even weten hoe het staat. En dan ga ik eventjes aan de gang. Dus dat was het even voor nu. Oké, dit is het sportshirt. Ik heb ook even mijn sportbroek erbij aangetrokken. En op zich zou het wel kunnen. Maar ik denk, op zich weet je, het loopt wel lekker door, want het heeft wel hetzelfde stofje als die broek. Dus op zich is het niet verkeerd. Het zou eigenlijk wel kunnen, denk ik. Hij valt tenminste niet helemaal tot hier of zo. Dus op zich is het prima, maar je kunt hem niet heel ver naar beneden trekken. Maar goed, het is toch alleen voor thuis, dus dat maakt niet uit. Dus ja, ik vind hem op zich wel heel leuk. Eigenlijk. Ja, het past eigenlijk prima. Bij deze sportbroek is ook anders dan mijn andere. Dus op zich kan het er wel zo bij. Dus dat is dit shirtje. Dit is het t-shirtje. Die valt ook eigenlijk wel heel leuk. Ja, die valt gewoon lekker ruim. Het had een XS'je kunnen zijn, maar dat verkopen ze niet. Dus die zit wel heel erg leuk. Vind ik wel een heel leuk shirtje. Nog steeds even bij die sportbroek, maar dat ga ik zo wel weer even omkleden. Dus die valt wel heel erg leuk. Dus dat is wel heel, heel lekker zo.
En dit is dan het jurkje. Ik ben toch wel blij met een emmetje, want nou valt hij net iets langer. Want anders valt hij wel heel kort, zit het hier wel ietsjes ruimer. Maar je kunt hem dus strikken. Dus je kunt dit wat strakker doen. Dus ik vind hem wel heel leuk. Maar nu zit hij gewoon net lang genoeg. Het M-esje was waarschijnlijk tot hier gekomen. Dat vind ik dan net kort zat. Dus ja, dat is ook wel heel leuk, vind ik hem. Zo, ik heb even deze diamond painting afgemaakt. Dit hier is nou ook weer klaar. En dan kan ik volgende week beginnen met die van de Pasen. Maar ik vind hem wel heel schattig geworden, dit konijntje zo. Dus ja, leuk diamond paintingje ook geworden. Ik heb nog even de hangertjes opgehangen, maar ik heb ze aan een bindertje gedaan. Ze zijn best wel zwaar, maar dan hangen ze zo hier. Dus dat is ook wel weer eventjes leuk nog erbij. Ik heb nog hele leuke lampjes gezien, maar die, ja, die hebben ze pas vanaf het weekend. Dus misschien dat mijn moeder nog even gaat kijken. De stofzuiger die past dus nu mooi naast de kast. Ik heb hier zo'n bak hangen voor de blikjes. Maar die past hier dus nu mooi naast. Die ben ik dan uit de kamer ook weer kwijt. En dat is echt top. Dus ja, kan allemaal zo mooi. Het is allemaal weer mooi opgelost. Heel blij mee. Zo, ik ben weer heerlijk klaar. Ik zag wel dat ik er heel weinig filmminuten nog over heb. Maar leuk ook dat die paashangertjes er nu in hangen. En ik heb mijn stofzuiger nu op een goede plek staan. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus dat is allemaal echt, echt top. Heerlijk bezig geweest. Nou, de diamond painting afgemaakt. Dat is ook wel leuk. Die ga ik proberen onderhand even met z'n drieën in te lijsten. Maar ik moet er nog eentje van maken. Maar het is allemaal wel fijn. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer goede tijden kijken. En daarna Married at First Sight. Ik heb nu mijn sprei in de wasmachine zitten. Dus dan is die straks ook weer lekker schoon. Probeer dus even die was op te vouwen. En dan ga ik nog even een spelletje doen. En dan ga ik mijn vlog uploaden. En mijn thumbnail maken. Nog even de nieuwe foto's maken. En dan ga ik lekker White Lines kijken. Hete data. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga nu eventjes ook mijn kaartje legen. En dan ga ik eventjes kijken of die vlog nu gaat opslaan. Terwijl ik dan relax. Want dat doe ik dan op de slaapkamer. Dat staat daar prima. En dan, nou, dan hoop ik dat het allemaal lukt. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 14 maart. Ik ben klaargemaakt. En ik hoef natuurlijk vandaag de deur niet uit. Want ik heb de boodschappen al gedaan. Dus dat is op zich wel lekker. Dus vandaag ga ik gewoon video's opnemen. Ik moet straks even het vlees snijden voor de bami voor vanavond. En ik ga even verder met de inktlijsten afmaken. Met die inkpad, zeg maar, die ik had uitgetest een paar weken terug, geloof ik alweer. Ik weet niet eens precies hoe lang het duurt voordat iets online komt, omdat ik zoveel video's opneem. Gisteravond heb ik gewoon weer naar Married at First Sight gekeken. Was wel weer leuk.
Ik geloof dat we nu nog 2 weken hebben. Dan begint er weer wat anders. En dat is ook prima. We gaan nu volgende keer naar het koppelsweekend. En ik denk dat daar wel wat bommetjes zullen barsten. En dat het dan ook al wel een beetje duidelijk wordt welke huwelijken nou wel stand blijven houden of niet. Ik denk dat er 2 stand blijven houden en de rest dus niet. Maar dat moeten we nog zien. Ik heb nog even een spel gespeeld. En ik had natuurlijk de vlog eventjes verder weer aangezet om op te slaan. Het is allemaal goed gegaan, dus dat was top. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Daar had ik nog even wat nieuwe foto's van gemaakt, omdat ik die niet mooi vond. En dat komt bij mij altijd wel precies. Dus dat is eigenlijk ook allemaal wel gelukt. En toen ben ik lekker White Lines gaan kijken en Hete Daad. En toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek gelezen. Die is bijna uit. Misschien dat ik hem vanavond uitkrijg. Misschien dat het nog 2 dagen duurt. Ik weet het niet precies. Maar ik geniet wel van dit boek. Eigenlijk niet zo heel veel nieuws. Het is vandaag een beetje zonnig. We blijven een beetje doorgaan. Ik heb nog wel wat plannen die ik dit weekend sowieso even wil doen. Ik heb sowieso nog steeds die was die opgevouwen moet worden. Dit irriteert me. Even mijn horloge eraf halen, want die zit achter voor mijn armband. En dat vind ik irritant. En dat wil ik eigenlijk allemaal even klaar krijgen. En dan wil ik straks alvast even beddengoed pakken, zodat ik dat morgen zo kan pakken om het bed te verschonen. Maar ik heb wat nieuwe kleding binnen van de Vibra. Dat wilde ik jullie even laten zien. Dat zal ik dan ook even aantrekken, zodat jullie even weten hoe het staat. Dus dat ga ik eventjes doen en dan ga ik hier even stofzuigen en de boel netjes maken. En dan ga ik de video's opnemen. Dus ik zal de kleding er even bij pakken. Ik had kleding besteld, want ik heb hier de zakken. Ik heb zelf geen Vibra in het centrum zitten. Dorpen verderop zitten ze wel, maar het is niet dat ik daar heel vaak kom. Dan moet ik dan echt afspreken, want het kost gewoon altijd wat meer tijd. En ik zag wat leuke dingen online staan. Ik heb allereerst dit leuke t-shirt gekocht met Focus on Me. Die vond ik wel echt heel erg leuk. Ik zal het zo ook eventjes aantrekken, zodat je kan zien hoe het staat. Dus die vond ik echt wel heel erg leuk. Ik heb hem in een maatje S gekocht en deze was €5,99. Ik vond dit wel een leuk shirtje voor de zomer. Dus allereerst die. Ik zal het even hier neerleggen. Dan heb ik dit leuke shirtje gekocht. Die vond ik ook wel heel leuk met lange mouwen. Lekker stofje ook, moet ik zeggen. Even kijken wat voor stofje het is. Of dat erin staat. Want hij voelt echt heel erg lekker aan. Oh, dat is wel even goed om te weten. Er zitten dus hier tegenwoordig ook van die, van die labels in tegen het stelen. Dus die moet ik er dan eerst even uitknippen. Anders ga je overal af natuurlijk. Ik ben alleen verbaasd dat het ook erin zit als je online bestelt. Ik heb hem in een maatje S en het is gerecycled polyester. Zie ik staan voor 98%. En dan zit er ook, even kijken, 5% elasten in. Nou ja, goed. Dit shirtje is €8,99 en ik vond deze wel heel leuk. Je had hem ook nog iets in roze met paars variant, maar die hadden ze online niet. Dus dat is deze. Ga eraf. Zie, dat ga je dus krijgen. Ze gaan overal op zitten. Dan heb ik nog deze onwijs leuke trui gekocht. Die heb ik ook in een maatje S gedaan. Die was €12,99. Dat is deze. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die zit. Ik heb het nog niet gepast. Hier staat Simplicity op. Ik vind hem wel heel erg leuk. En die heeft wat meer pofmouwen. De kans is wel aanwezig dat hij dus misschien wat groot of wat korter valt. Maar dat ga ik zo meteen zien als ik hem aan heb. Maar heel vaak met M dan zit het zo wijd. En het laatste wat ik heb is een heel erg leuk blouseje. Dit blouseje is €11,99 en heeft allemaal kleine hartjes erop. Hij is dus paars. Maar je ziet hier en daar zie je ook bijvoorbeeld een oranje hartje. Ik vond hem wel heel erg leuk. Ook deze heb ik in een maatje S gedaan. Het leek me ook wel zo'n heerlijk blouseje voor straks met het voorjaar. En die heeft dus aan de achterkant dit heel leuk zitten. Dus ik ga de kleding even voor jullie aantrekken, zodat we even weten hoe het staat. En dan kan ik het ook allemaal weer eens eventjes gaan uitwassen. Want dan kan ik het lekker gaan dragen. Maar dat was eventjes de nieuwe kleding van de Vibra. Maar ik laat je nu even zien hoe het staat. Ik heb even mijn trui eronder aangehouden, omdat ik het een beetje fris heb. Dit is dan het t-shirt. Hij valt wel heel leuk. Die print ook echt zo hier zo bovenaan. Vind ik heel leuk.
Ja, qua lengte is het op zich prima. Hij heeft ook een wat langer mouwtje. En dan zie je dat dit al best wel wat wijder valt. Dus een S'je is prima voor mij. Dus ja, die vind ik wel heel erg leuk. Ja, het is natuurlijk leuker gewoon van de zomer als je er zonder trui wat onder hebt. Maar je kunt hem ook heel leuk combineren met een blouseje of zo. Dus dat is deze. Kijk dat jullie het goed kunnen zien. Want ik zit natuurlijk in de spiegel. Dus dat is die. Dan hebben we dit shirtje. Die valt ook lekker goed bij de mouwen. Lekker lang voor een S'je. Dat is altijd een beetje de vraag. Lengte is verder ook prima. Gewoon heel erg leuk. Ook weer leuk bijvoorbeeld om te combineren met zo'n giletje eroverheen. Ook gaan we die tijd een beetje uit natuurlijk. Omdat het waarschijnlijk weer wat warmer wordt. Hij valt verder wel heel leuk. Je ziet natuurlijk nog wel even die trui onder. Maar ja, voor de pasvorm, hij zit eigenlijk prima. Ik vind dat de kleding best wel ruim valt voor S. Maar dat is helemaal prima. Dus ik ben ook wel blij dat ik het niet groter heb genomen. Dus ja, deze zit ook wel echt super leuk zo. Leuk printje ook, vind ik het. Nou, de trui zit eigenlijk ook wel leuk. Hij valt eigenlijk precies over je broek heen. Het is niet dat hij super lang is, maar ik vind de tekst ook wel mooi vallen. De mouwen zijn niet super lang, maar het is wel een hele lekkere trui. En het zit nu natuurlijk anders omdat dat shirtje eronder zit. Sommige mensen vinden het ook heel erg leuk als zoiets echt heel erg groot zit. Ik ben daar zelf niet zo van, omdat die mouwen al wat breder zijn, zeg maar. Dit is een beetje loze ruimte, want dat is gewoon het model. Zou ik het niet mooi vinden als hij nog groter zou zijn, dat je echt van die pofmouwen krijgt. Maar ik vind hem wel heel erg leuk staan. En gewoon met een broek die bijvoorbeeld wat hoger zit onder, is het eigenlijk gewoon hartstikke leuk. Dus ja, een hele leuke trui. Of ik hem nu nog heel veel ga dragen, dat weet ik niet. Omdat net wat ik zeg, we gaan een beetje de andere tijd in. Maar goed, het is pas maart. En ze zeggen altijd maart roert staart. Dus wie weet dat we nog wat koudere dagen krijgen dat ik hem nog aantrek. Dit is er gewoon opgedrukt. Dus je moet hem wel binnenstebuiten wassen. Want anders dan gaat het er wel af. Maar ik vind hem wel heel erg leuk staan zo. Dit is het blouseje. Hij zit echt super leuk. Hij is niet super lang, maar hij zit verder wel heel netjes. Ik vind ook dat hij nog best wel ruim zit. Als ik nou nog een grotere maat had gehad, dan was dit echt wel heel erg ruim geweest. Ik voel hier trouwens dat hier nog een extra knoopje bij zit. De mouwtjes zijn niet echt drie kwart, maar ook niet super lang. En ik vind dit nu nog wel een beetje te koud, maar ik vind het wel een heel leuk modelletje straks voor de lente. De achterkant kan ik nu even niet laten zien hoe dat eruit ziet, want dat is gewoon niet te filmen. Maar ik zal wel even laten zien hoe het eruit ziet als je hem in je broek of in je rok stopt, want dat vind ik zelf altijd wel heel leuk. Nou, zo ziet het er dan uit als je hem erbij instopt. Moet je wel een wat hoger modelletje rok of broek hebben, want anders gaat hij er wel uit, omdat hij niet super lang is. Maar dit ziet er ook wel heel leuk uit, wat strakker. Dat zou ook heel leuk zijn met een kokerrokje die dan tot hier valt. Ja, ik vind het er wel heel erg leuk uitzien. Ja, leuk blouseje ook. Echt wel leuk al voor de lente. Leuk printje ook met die paarse hartjes. En ik vind die knoopjes ook mooi. Kijk hoe mooi ze glimmen. Ja. Superleuk. Dit vind ik ook zo heel leuk staan. Dus ik ben er blij mee. Thank you.
Zo, lekker bezig geweest. 2 video's opgenomen, dat ging wel top. Daarna nog even lekker met die plaat bezig geweest. Met die, voor die stempelkussentjes, dat was ook allemaal wel leuk. Ik had wel hier en daar weer wat vlekjes, maar ik laat het maar hoor. Dat heb je soms, het is altijd een priegelwerkje. Katje hebben het lekker gegeten. Nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Ik heb het wel heel erg koud. Dan ga ik straks lekker bami maken. Ik moet nog wel even het vlees snijden. Heb ik nog niet gedaan. Maar dat doe ik wel eventjes strakjes voor ik het ga bakken. Dat is ook prima. Dan hoeft het ook eerst niet weer in de koelkast. Kan het gelijk in de pan. Verder heb je vanavond goede tijden in het Roerom. Maar om 9 uur moet Ajax. En dat ga ik uiteraard kijken. We moeten dit winnen om in de race te blijven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dat ga ik sowieso kijken. En dan nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Kijken naar white lines en hete data. En dan ga ik naar bed en dan ga ik zien of mijn boek uit kan lezen. Maar nu eerst dus eventjes lekker relaxen, want heb ik wel eventjes zin in. Vind ik wel lekker. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want verder heb ik niet zo heel veel te vertellen meer. Dus bij deze zou ik gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag. Het is 15 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel een beetje fris. Oh, ik hoor van alles buiten. Ik ga zo meteen lekker de slaapkamer doen. Ben ik ook wel aan toe. Het is weer een beetje, toch weer wat stof hier en daar. En nou ja, na vorige week natuurlijk een beetje die overstroming wat in de slaapkamer kwam. Dus ja, dat water ruikt ook niet heel fris. Ook heb ik het wel droog gemaakt. Zo even lekker om alles weer te doen. En nu hoef ik hem natuurlijk niet te verbouwen, want dat heb ik 2 weken geleden gedaan. Tijd gaat hard dat het alweer 2 weken geleden is. Maar goed, ik ga zo lekker in ieder geval aan de gang. Gisteravond heb ik gekeken naar het Roerom. En naar Ajax. Ja, dat was niet goed. Ze hebben echt dik verloren. Dus dat was niet al te best. Ik heb nog wel even een spelletje gedaan. En toen heb ik mijn foto's bewerkt. Toen ben ik al even begonnen met een persbericht van Cartrice. En toen ben ik White Lines gaan kijken. Was super spannend. En daarna heette dat. En dat was ook echt een super spannende aflevering. Maar dat was nu een vervolg. Dus de volgende keer, zondag, heb ik een vervolg. Dus dat is ook wel, dat ik ook wel even dacht van, oh, dat had ik ook nog niet eerder gezien natuurlijk. Dus ook wel spannend. Toen ben ik naar bed gegaan, mijn boek uitgelezen. Dus dan kan ik vanavond weer een nieuwe uitzoeken. Dus dat is ook altijd wel weer leuk. Dus ik ga zo even de spullen terugzetten. Ik had eventjes wat oud papier naar buiten gebracht. Maar de kliko zit nu echt vol. Er kan nu niks meer bij. Dus nu moet ik gewoon wachten tot die volgende week geleegd wordt. Dus dat is prima. En dan ga ik zometeen eventjes, gewoon eventjes lekker je stofzuigen. Paar spullen terug en dan ga ik lekker aan de gang. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Dus daar heb ik wel zin in. Dus ik heb even nagellak eraf gehaald. En dan ga ik nu maar gewoon eens eventjes aan de gang.
Het karretje wat altijd in de keuken stond, staat nu op de slaapkamer. Dit zijn nog allemaal paletten die ik weer een keertje wil gaan gebruiken. Die bij het roteren horen. Dus kan ik alles mooi een keer gebruiken. En dan staat dat ook niet meer op de grond. Dus ik vind het op zich wel prima hier. Zo, ik ben klaar. Uiteindelijk ging het wel. Maar ik ben best wel een beetje moe. Want het is toch best wel, was eventjes heftig. Omdat ik nu natuurlijk alles voor het eerst deed, nu het verbouwd is. Maar het is allemaal prima gegaan. Dus ik heb alles weer netjes. Dus dat is wel heel fijn. Wel, mijn nagels worden slecht, zitten allemaal scheurtjes in. Ik ga nu in ieder geval zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor Flikken Maastricht. Ik denk nog even een spelletje doen. Moet ik de video in elkaar zetten voor morgen en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met White Lines en dan Patty kijken. En dan ga ik een nieuw boek starten. Ik ben wel benieuwd, ik heb nog geen idee welke ik wil gaan lezen, maar er staat genoeg op. Ik ben wel blij, lekker weer schoon bed. Ik denk wel dat ik heel lekker ga slapen altijd in een schoon bed. Ik kan er altijd wel heel erg van genieten. Kijk, deze nagel die is helemaal... Kijk, er zitten scheuren in. Dus die moet ik zo eventjes goed een beetje recht kunnen knippen. En even bijveilen. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga even die nagels doen. Dan ga ik wat drinken en nog even relaxen. Want ik ben best wel een beetje moe. Het is inmiddels weer wat zonniger. Ik kan van het weer ook geen bijlen... Ik kan op het weer geen pijl trekken. Dus dat ga ik eventjes doen en nou ja, dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want verder heb ik ook niet zo heel veel te melden meer, behalve dat ik het een beetje warm heb en een beetje moe ben. Dus bij deze zeg ik dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 16 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen met deze collectie. En ik had daarvoor nog even mijn nagels gelakt, dus die had ik er even op gedaan. Zodat ik die eventjes ja, ook gelijk kon laten zien. Nou, gisteravond heb ik gewoon lekker gegeten en lekker naar Flikken Maastricht gekeken. Het was echt een super spannende aflevering. Daar heb ik wel weer echt van genoten. Dus dat was heel fijn. Ik heb nog even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. Ik heb mijn blogpost geschreven. Dat ging eigenlijk allemaal vrij makkelijk. Nog wat nieuwe boeken op mijn e-reader gezet. Want ja, ik wist nog niet precies wat ik wilde gaan lezen. Ik had weer een paar mooie. Dus ik dacht, nou, dan kan ik eventjes kiezen. Toen ben ik White Lines gaan kijken. Dat was ook wel weer echt super leuk. Ik heb nog maar 2 afleveringen, is ook wel jammer. En daarna Patty, dat was ook wel weer mooi. Toen ben ik naar bed gegaan en heb ik dus een nieuw boek uitgezocht. En ja, was allemaal wel prima. Maar net dus even een video opgenomen, dus dat ga ik zo allemaal eventjes opruimen. Dus ja, dan is dat ook allemaal weer klaar. Mickey, kom maar. Mickey is een beetje... Ja, die is een beetje... onrustig. Ik ga zo meteen die nieuwe bakken. Ik had natuurlijk die bakken gekocht bij de... of die dozen eigenlijk. Bij de Vibra. Daar heb ik nu een doel voor. Die ga ik een beetje inrichten. Ik ga even mijn nieuwe kleding allemaal wassen. En ik heb... dan heb ik straks weer een bak over. En dan wil ik even die onderkant van die la al een beetje met mijn sportspullen gaan inrichten. Dus dan ga ik jullie gewoon eventjes bij meenemen. Ik hoop dat het allemaal een beetje wil. Het is eigenlijk nog niet helemaal hoe ik het hebben wil. Maar ja, ik moet toch een beetje even veranderen. En er moet ook nog een was naar boven. Dus het zijn gewoon wat kleinere klusjes. Ben ik nu ook wel blij om. Ik kan er nu ook heel erg van genieten dat ik nu geen kast in elkaar hoef te zetten hoor. Want ja, dat was vorige week. Ja, het was omdat het natuurlijk allemaal best wel heftig was. Maar ik heb wel echt super leuke reacties van jullie gekregen op de kast. Dus wel echt super lief. Dus dat, maar ik ga nu eerst maar even stofzuigen en de boel een beetje netjes maken. En dan ga ik jullie zometeen gezellig meenemen. Dus dat is even de planning voor vandaag.
Ik heb hier de bakken staan met de switchspullen. Ik zal even naar de andere kant lopen. Ik dacht, vind ik wel leuk, ik sta hier onder de tafel. Dan komt het toch een beetje terug, want ik weet nu nog niet waar ik ze anders neer kan zetten. Maar dat is wel fijn. Dus ja, het staat wel leuk zo. Die la die laat ik nog eventjes niet zien, want die is echt nog een rommeltje. Ik moet even wat bakken bij bestellen. Dan moet ik dan even bij de IKEA-site doen, want ik kom er voorlopig niet. Dus ik moet gewoon even wat inlegbakken erbij hebben. Die verkopen ze altijd, dus dat scheelt wel. Maar anders kom ik niet helemaal rond. Maar de sportspullen zitten erin, maar ik ben een sportbroek kwijt en het klopt niet helemaal. Ze doen niet helemaal hoe ik het hebben wil, maar nou ja, goed, het begin is er in ieder geval. Dus ja, verder allemaal wel lekker. Ik heb te weinig gedaan voor mijn gevoel, maar het zijn wel klusjes waarvan ik blij word dat ze af zijn. Het is op zich ook niet erg om een keer wat minder te doen, even wat kleding in de kast gelegd en zo. Die kleding is naar boven. Kleding afgehaald, opgehangen. Dus ja, op zich weet je wel, ik heb wel wat dingetjes gedaan, maar het voelt niet zo voldaan als normaal. Maar goed, het is ook wel eventjes goed, een beetje een rustig zaterdagje, omdat ik vorige week het natuurlijk super druk was. Ik ga nu zo even wat drinken en dan ga ik eventjes lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer de laatste keer weet ik veel, dus ik ga nog wel een keer meespelen en dan is het ook klaar en dan is het ook prima. Ik wil nog even verder met Dreamlight Valley van Disney, want daar was ik nu wel lekker mee op dreef. En ik denk dat ik even een stuk ga kijken van Kopen Zonder Kijken, want dat is natuurlijk ook weer begonnen. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk om te zien. Dus ja, verder is dat het eigenlijk wel. Katjes hebben net lekker hun eten op, dus dat is ook prima. Wel blij dat die handwas ook klaar is. Ik heb nog niet alles erbij in gedaan, maar alles wat ik kon vinden zo. Ik wilde eigenlijk boven verder gaan, maar ja, toen heb ik dit weer gedaan. Dus nou, dat komt wel. Verder ga ik vanavond gewoon eventjes de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ik hoop even dat persbericht van Catrice in te plannen voor morgen. Dan ga ik lekker White Lines kijken en daarna weet ik het nog niet, want Dubbel Leven is afgelopen. Ik heb wel een serie opgenomen vorige week. Volgens mij is dat deze, dat was op NPO 3. Misschien dat ik dat even ga kijken, dus ik moet eventjes zien. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen en dan is het ook weer prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker nog relaxen. En dan straks gewoon lekker mijn dingetjes doen. Dus zoals ik al zei, er is gewoon niet zo heel veel gebeurd. Ja, en ik heb natuurlijk ook vandaag alweer een extra video opgenomen. Misschien dat ik alvast daar wat voor ga doen voor de thumbnail. En ik ga denk ik wel de nagellak eraf halen. Ik ga morgen sowieso een ander lakje op doen. En ja, het is wel leuk, maar het is niet heel... Het voelt een beetje ruw en zo. Maar goed, genoeg voor wat ik nog vanavond allemaal ga doen. Dus bij deze ga ik in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 17 maart. Ik ruik een brandlucht. Ik was in de keuken en daar ruik ik heel erg een brandlucht. Het lijkt wel iets wat verbrand is. Verbrand plastic of iets of karton, ik weet het niet zo goed. Maar die geur die komt dus wel naar binnen bij mij. En ik maak me daar toch een beetje zorgen over, omdat ik niet weet wat het is. Dus ja, is niet echt heel erg lekker. Ik denk als er erg wat zou zijn dat het alarm of zo ook wel afgaat. Maar ik vind het niet heel erg lekker. Ik hoop wel dat het straks eventjes... wegtrekt, maar het waait ook heel erg, dus het komt ook gewoon, ja, die geur die komt deze kant op, dus ik weet niet waar het vandaan komt. Maar goed, ik heb gisteravond weet ik veel gespeeld en het ging echt super goed, want ik had echt een super goed cijfer. Ik ga even kijken wat ik nou had gehaald. Althans, voor mij doen was het een super goed cijfer. Ik had namelijk een 6,8, dus daar was ik wel heel blij mee. Dat was ook de laatste keer en dat is prima. Daarna heb ik even nog een deel van Kopen Zonder Kijken gekeken. En heb ik nog eventjes Disney Dreamlight Valley gedaan. Toen heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. En nog even wat gedaan aan het persbericht van Catrice. En toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. White Lines vanavond, de laatste aflevering, vind ik wel heel jammer. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe het nu verder gaat. Of eindigt eigenlijk. En toen ben ik begonnen met Vallen. Dat wordt uitgezonden op de NPO. En dat heb ik opgenomen. En dat is met dezelfde actrice die ook in De Bron zat. Nee, De Bridge. Sorry, De Bridge zat zij in. Bron of zo heet het volgens mij in het Zweeds. Maar ze noemde het De Bridge. En die vond ik ook heel goed. En ik vind het dan wel heel moeilijk om zo'n personage los te zien van die andere serie. Al is het wel heel lang geleden dat ik die heb gezien. Maar ik zat er meteen wel lekker in. Een goede serie. Ik weet ook niet, misschien dat hij nog wel een keer op Netflix of Videoland verschijnt. Het is een serie uit 2023, maar hij is echt heel goed. Dus ja,
echt heel leuk. Toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen. En nu ga ik zo eventjes stofzuigen en de groenten afhalen. Ga ik even boven nog wat doen en gewoon de foto's maken. Ajax hoeft pas om 16:45, dus dat duurt nog eventjes. Dus ja, dat. Ik wil wel eventjes weer mijn sprei op mijn bed. Want ik heb het wel heel erg koud gehad in bed. Ik vond het echt heel fris. Dus dat ga ik wel even doen. En ik zal eventjes de camera wat bijladen. Want ik zag dat ik nog maar één streepje had aan batterij. Dus dat is niet zo heel erg veel. En dan weet ik gewoon dat die straks weer uit gaat vallen anders. Dus ja, dat is eigenlijk de planning. Dus niet heel bijzonder. Ik zal straks even de fotospullen laten zien. En dan ga ik nu gewoon even een muziekje aandoen. En eventjes ja, wat dingetjes doen. Dus ja, dat ga ik nu gewoon maar eventjes doen. Nog weer wat veranderingen. Ik heb nu hier de kruiden en zo staan. En dan heb ik hier nu de bijzondere mokken bijgezet. Die had ik nog niet staan. En dan heb ik aan deze kant nu ook deze erin gezet. En mijn zoutmolentje. Dan heb ik dat weer gedaan. Dan heb ik in dit kastje nu mijn rietjes en die haken staan. Die gebruik ik best wel vaak. Dus ik dacht, nou, dat is dan wel handiger. Dus daar ben ik wel weer blij mee. De rookgeur is inmiddels verdwenen trouwens, die ik strakjes rook. Dus dat is wel fijn, want ja, dan is er toch niks ernstigs geweest gelukkig. Maar ja, ik dacht, omdat ik er een beetje bang voor was, maar nu die weg is, is het weer helemaal goed. Dus nou, dat is ook wel weer fijn. Oké, de fotospullen. Ik heb hier die drie grote make-up remover pads. En die zijn natuurlijk nog van de kerst, maar die ga ik nu gewoon eventjes fotograferen. Dan ga ik ze eventjes in een sopje doen, zodat ik ze lekker kan gebruiken. Dat is ook wel fijn. Dan heb ik hier de Baby Got Blush. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar geworden van Essence. En ik heb hier een Electric Rose Eyeshadow Palette van Catrice. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. Dan worden de bakken weer wat leeg en dan kunnen de nieuwe spullen er weer een beetje bij. Dus dat is wel fijn. Behalve ook nog wel even het een en het ander gedaan, maar het vlot er nog niet zo. Maar in ieder geval, dit ga ik nu even fotograferen. Zo, ik ben klaar met de klusjes die ik wilde doen. Ja, ik had dus nog meer boven willen doen, maar toen kwam ik weer ineens weer even op de ideeën in de keuken. Toen heb ik dat eerst maar weer gedaan. En nou, de foto's zijn verder gelukt. Dus dat is verder prima. Ik heb even de nagellak eraf gehaald. Ik wil vanavond een nieuwe nagellak op doen. En ja, die glitters zijn altijd best wel intens. Ik heb ze er even afgeveld. Dus dat ging op zich wel. Ik zie hier en daar nog wel wat, maar dat kan ik nog wel even plaatselijk doen. Ik wil toch zien dat het niet helemaal afgaat, dat het best wel intens is. Maar ik ben er wel blij om, omdat ze in ieder geval dat er allemaal af is. Katten hebben net lekker gegeten. Dus eventjes alle medicijndoosjes weer verzameld die weg kunnen. Maar mijn kliko zit nu dus vol, dus ik moet even wachten tot volgende week. Want dan is die geleegd en dan kan alles er wel weer in. Dus ja, dat is verder prima. Nu ga ik zometeen lekker Ajax kijken. Ik ben heel benieuwd. Dan ga ik straks eens lekker douchen en eten. Maar ik heb makkelijk eten, want ik heb sperps. Die kunnen gewoon de oven in. Dus dat is ideaal. Dan kan ik ondertussen ook lekker op de tweede helft van IJs kijken. Vanavond kijk ik gewoon weer Miljoenenjacht. En dan ga ik nog even kopen zonder kijken, afkijken. En nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Mijn nagels dus doen. En dan mijn foto's bewerken. Even zorgen dat die blogpost nog online komt. En dan ga ik de laatste aflevering kijken van White Lines. Ik vind het wel heel jammer, maar er zijn vast nog weer mooie series waarvan ik dan weer naar op zoek ga. En dan ga ik verder met Hete Data. Dat vind ik nu wel heel spannend, omdat ik nu natuurlijk nog die aflevering heb waar het vervolg van kwam van afgelopen donderdag. Dus daar heb ik ook wel zin in. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes hopelijk genieten van een mooie wedstrijd. Dus bij deze ga ik in ieder geval dan zeggen tot morgen. Ik kreeg trouwens nog wel een hele lieve foto van mijn oma binnen. Die was naar de kapper geweest. Dat was echt super schattig. Dus dat wilde ik nog wel eventjes vertellen. Dat ja, vind ik toch wel leuk om te zien altijd. Maar goed, nu ga ik me klaarmaken om Ajax te kijken. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 18 maart. Het is vrij zonnig, maar toch heb ik het koud. Ik weet ook niet hoeveel graden het is. Ik ga het heel even nakijken. Ja, 15, dus het is op zich niet heel erg koud, maar het zal wel gewoon aan mij liggen. Nou, ik heb gisteravond gekeken naar Ajax. Ging niet al te best. Uiteindelijk is het nog wel 2-2 geworden, maar eigenlijk moet je dit soort wedstrijden wel kunnen winnen, maar dat lukte dus niet. Ik had ook sperrips gegeten, die waren echt wel heel erg lekker, maar ik heb de hele avond zo'n dorst gehad. Ik heb alleen mijn water zitten drinken en ik heb nu heel erg last van mijn keel. Dus ik merk gewoon dat die keel ja, gewoon niet echt lekker aanvoelt.
Dus dat is een beetje vervelend. Nou, ik heb ook Miljoenenjacht gekeken. Zo, dat was wel. Dat ging echt niet goed. Uiteindelijk had deze man 14.000 euro gewonnen. En dat is voor miljoenenjachtbegrippen natuurlijk niet heel veel geld. Ja, ik zou denken, dikke prima. Je komt ook met niks. En dat, zo dachten ze ook wel hoor. En zelfs de thuiswinnaar, die vond het een leuk bedrag om gewonnen te hebben. Maar ja, zo kun je ook zien dat het soms, die man die haalt de ene naar het andere grote bedrag eruit. Ja, dan is het spel gauw uitgespeeld. Althans, hè, dat ze niet meer zo heel veel gaan bieden. En hij had bij 35.000 euro zoiets van, nou, daar ga ik echt niet mee akkoord. Maar ja, het ging alleen maar naar beneden. Dus ja, ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Dat is dus dat lakje van Catrice. Deze. Met de naam C03 Red. Nee, Royal Red heet die. Dus ik vind het op zich wel een leuk kleurtje. Ik heb mijn foto's bewerkt. Het persbericht van Catrice online gezet. En toen ben ik de laatste aflevering van White Lines gaan kijken. Ja, goede serie. Bijzonder einde ook. Niet helemaal aanzien komen eigenlijk. Waarvan ik echt dacht van, oh, dit is wel heel bizar. Maar ja, ik vind het ook wel jammer dat ik weer doorheen ben. Dan moet ik weer wat nieuws uitzoeken. En dat kost me soms best wel moeite. Soms heb ik het heel snel. Soms denk ik, ja, wat wil ik gaan kijken? Terwijl er genoeg op staat. Daarna heette dat, het was het vervolg op de aflevering van donderdag. Daar was ik ook wel heel erg van in de war niet. Maar dat ik heel erg dacht van, wow, ook dit had ik niet zien aankomen. Wie het dader was, dat was heel bijzonder. Toen ben ik naar bed gegaan en heb ik nog even mijn boek gelezen. Dus nou, toen ben ik ook gaan slapen. Ik ga zometeen eerst eens even een wasje aangooien. Dan ga ik de kattenbakken doen, de gang en de douche. Ik moet nog een was opvouwen. En ja, genoeg klusjes om te doen. Dus ik ga maar even muziek aanzetten en dan gaan we dat maar eens eventjes doen. Want ja, dat hoort er ook weer bij. Ik was wel heel erg blij dat ze nou vandaag niet kwamen voor het afzuigen van die uitzuigen van die afzuiging, zeg maar. Want ik merkte dan toch vorige week, voel je een beetje anders. En kon ik er nu heerlijk van genieten dat het gewoon nu niet hoefde. Maar goed, dat zal wel een dingetje wezen wat bij mij een beetje hoort. Niet iedereen heeft er last van. Sommigen denken van, nou ja, boeien. Maar ik vind het altijd wel wat. Maar goed, ik ga nu eerst maar eens eventjes aan de gang. Dus ik neem jullie wel weer eventjes mee. Zo, ik ben weer klaar. Is ook wel weer lekker hoor. Ik was alleen niet echt vooruit te branden. Het kostte me allemaal heel veel energie. Maar het is uiteindelijk toch wel redelijk gelukt weer. Alles is weer in ieder geval schoon. Ja, de kattenbakken lekker in de douche. En dat is altijd wel weer fijn. En ruikt het gelijk ook weer heerlijk fris. Nou, de was is opgevouwen. Ik heb twee dingetjes even terug moeten hangen. Die waren toch nog niet helemaal droog. En dan kan ik nog even kijken of er nog iets van de struik bij zit. Maar ik denk het bijna niet. Maar dat is wel fijn. En er draait nu nog een was. Die moet ik nog even wachten tot die droog is. Of klaar is. Dan moet die nog weer opgehangen worden. Ik kan ook nog wel weer een deel van in de droger. Dus dat is ook wel weer fijn. Maar een beetje hoesten. En ja, dat is ook wel last van die keel. Dus af en toe dan merk ik dat het me nu gewoon iets zwaarder valt. Maar dat komt ook wel weer goed. Ik ga nu in ieder geval zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon goede tijden kijken. En daarna Chateau Meiland. Of Meiland Vips. Nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten. Ik moet ook de thumbnail nog maken. Daar ben ik ook nog niet aan toegekomen. Blogpost moet geschreven worden.
Ik moet een nieuwe serie uitzoeken op Netflix waarvan ik echt nog geen idee heb welke. Maar daar kom ik vast uit. En daarna ga ik nog even hete daad kijken. En dan ga ik lekker naar bed. En dan verder ook niet zo heel veel meer. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan eventjes lekker eventjes relaxen. Want daar ben ik nu wel eventjes aan toe. Even wat drinken. En dan hopen dat die was straks klaar is. Dus dat ga ik nu doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 19 maart. Ik ben klaargemaakt en ik heb lekker een vestje aan. Hij zit echt heerlijk. Ik had hem eigenlijk volgens mij nog niet echt aangehad, maar hij is zo lekker. Er zit een beetje ruim. Het is wel gewoon een esje, maar hij zit zo lekker. Want ik had een jurkje aan, maar die had wat kortere mouwen. Ik denk dat ik een lekkere vestje overheen aan. Ik heb volgens mij een splinter in mijn vinger. Hij zit in mijn duim. Ja, ik kan dit jullie toch niet. Dit gaat hij toch niet scherp stellen. Hij zit volgens mij hier. Maar hier zie je een heel klein zwart puntje zitten. En hij zit dus in mijn rechterduim. Ik voelde dus gisteren wat drukkende pijn. Toen ging ik kijken. Toen zag ik dus inderdaad onder mijn huid wat zwart zitten. Toen dacht ik, oh, dat zou eens een splinter kunnen zijn. Het probleem is alleen, ik ben ook rechts. Dus ik ben met links niet zo heel erg handig. En het is een beetje een rare plek waardoor ik mijn duim heel erg moet draaien. Waardoor ik niet zo makkelijk erbij kom. Dus ik heb geprobeerd het wel open te maken. Maar op de een of andere manier komt er geen puntje uit of iets. Dus ik weet niet zo goed wat ik hierbij moet. Ik kan nog eventjes aan mijn moeder vragen of die nog tips heeft. Ik had ook wel even internet gekeken. En er staat er wel, smeer er wat boter op. En dan komt hij er vaak zo uit. En dan denk ik, ja, maar wees specifieker. Wat voor boter bedoel je? Ik bedoel bakboter. Boter die je op je beschuit doet. Ja, dat staat er dan niet bij. Je kon ook een pastaatje maken van baking soda. Nou, dat moeten dan vaak weer ingrediënten in die ik dan in huis heb met olie en zo. Dus ik weet het niet zo goed, maar het doet wel een beetje pijn. En ik denk dat ik hem met klussen de vorige week in heb gekregen, dus dat is niet zo fijn. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Chateau Meiland, Vips. Dat was wel leuk. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan en toen heb ik mijn video in elkaar gezet. Blogpost geschreven, thumbnail, dat duurde nog best wel lang om te maken. Ik ben wel met een serie begonnen op Netflix, maar dat viel me toch een beetje tegen, de eerste aflevering. Dus ik heb niet zoiets van, het trekt me, dus ik ga toch wat anders uitzoeken. En dat is pas de tweede keer dat dit gebeurt. Normaal gesproken kijk ik eigenlijk alles wel uit, maar het trok me gewoon niet zo. Ik had niet zoiets van, ja, dit vind ik echt fantastisch. Dus ik ga toch even op zoek naar wat anders, iets wat, ja, toch iets leuker is, hoop ik. En daarna nog even hete daad gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Dus toen ben ik ook wel in slaap gevallen. Ik ga zo meteen een video opnemen voor zaterdag. En daarna ga ik beginnen met de duimpeting van de Pasen. Dan kan ik dan niet de paasslingen mee maken. Dus ik hoop dat ik dat nog net red voor de Pasen. Ik ben eigenlijk een beetje laat, maar ik wilde eigenlijk heel graag eerst even het konijntje afmaken. En die is af. Dus daar ga ik jullie dan eventjes bij meenemen. Maar nu ga ik eerst even stofzuigen en zo. En dan ga ik eerst de video opnemen. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Ik heb dit Diamond Paint setje erbij gepakt voor de paas. Ik dacht misschien kunnen we even kijken wat er nou in zit. Want ik ben zelf ook wel benieuwd geworden. Oh, ze zijn ook heel klein. Dit is een eitje. Nog een eitje. Je hoeft ook echt maar heel weinig te painten. Een konijntje. Je hoeft er niet heel erg veel te painten, zie ik. En een eendje. Een touwtje. Hij is roze, dat is altijd leuk. Nou, gewoon zo'n setje om te diamond painten. En kraaltjes. En wacht even. Er gaat er eentje voor zitten. En dan laten ze zien hoe je dus zelf heel leuk hier een ding van kan maken. Maar het is niet heel veel paintwerk. Nou ja. Goed, dat maakt niet uit. We gaan het gewoon leuk doen. Dus daar ga ik nu maar gewoon eventjes mee beginnen.
Zo, ik heb bij alle kleurtjes nu gewoon wat gedaan. En dan ga ik volgende keer weer verder. Nou, het is best wel makkelijk. Je bent er best wel snel doorheen. Dus dit kost niet zo heel veel tijd, zo zeg maar. Ik zie hier alleen, ja, wel een eetje staan. Die is dan roze. Maar zo is het in ieder geval voor nu eventjes geworden. En dan ga ik volgende week wel weer verder. Zo, ik heb alles weer klaar. Video opnemen ging op zich wel goed. Alleen, ik ben dan toch altijd een beetje onzeker over mezelf. Heb ik het goed gedaan? En is het duidelijk? En dan gaat er weer eens wat mis. En ja, oké, ik ben ook niet perfect, weet je. Ik denk ook dat het belangrijk is om dingen die misgaan ook wel te laten zien. Dat je ook kan zien dat het echt niet altijd bij iedereen perfect gaat. Maar ja, en waarschijnlijk als ik hem ga editen, dan denk ik van, ah, het is ook eigenlijk wel heel erg goed en het is prima. En waarom ben ik zo onzeker geweest? Maar ik heb gewoon altijd een beetje dat gevoel. Maar dat komt wel goed. Er kwamen ook al hele leuke reacties binnen op de video die vandaag online is gekomen. Dus daar word ik ook altijd wel blij van. Diamond painten was wel leuk. Alleen ik had verwacht dat je echt alles moest diamond painten. Het zijn dus echt maar wat kleine dingetjes. En op zich niet erg hoor. Maar het is als je wat langer diamond paint. Ik paint nu iets langer. Dan is het niet zo'n hele grote uitdaging meer. Maar het is wel een leuk ding voor tussendoor. Een leuke klus. En verder geen negativiteit. Want ik vind het hartstikke leuk. Maar je bent er gewoon best wel snel mee klaar. Maar dat is op zich ook wel goed, want het is al bijna paas. Ik ben er iets te laat aan begonnen, maar dan komt die volgende week ook wel vast wel af. Dus dat is allemaal verder prima. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon naar Goede Tijden en Meditate First Sight. Ik denk nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn vlog afmaken en mijn blogfoto's bewerken. En ik hoop alvast wat te doen voor het artikel voor vrijdag. Dus ik moet even kijken hoe ver ik ga komen. Nou ja, toch maar op zoek dus naar een nieuwe Netflix-serie. Want wat ik al zei, nee, ik vind het toch niet helemaal geweldig wat ik had gekeken. En dan kijk ik er toch niet lekker naar. Dus ik denk gewoon eventjes lekker wat anders opzoeken. En daarna nog even hete daad. En dan ga ik lekker naar bed. Nog even mijn boek lezen. En dan ga ik ook wel lekker slapen. Want ik ben de laatste tijd wel weer erg moe. Ik weet niet zo goed wat dat is. Ik heb dat altijd een bepaalde tijd van het jaar. En ja, we gaan nu straks natuurlijk weer de lentetijd in. Wat voor heel veel mensen heel fijn is. Ik heb er altijd een beetje moeite mee. Omdat ik echt een winter-herfstmens ben. Ik vind het ook niks aan als die klok weer vooruit gaat. Dat lange licht. Ik vind dat zo ongezellig. Maar dat is echt een persoonlijk iets. De meeste mensen die ik hoor, die zeggen allemaal, oh heerlijk dat die klok weer gaat. En ik denk alleen maar, nee. Maar komt goed. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten, want hij zal vast wel weer veel te lang zijn geworden. Ik probeer er een beetje aan te werken dat ze soms iets korter duren, maar soms heb ik zoveel te vertellen en zoveel te laten zien dat het niet helemaal lukt. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra de nieuwe video online staat en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video ook leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende vlog weer te mogen zien. Of gewoon een video natuurlijk. Doei!